Excelsior treedt op een snikheet Brabants kunstgrasveld aan tegen Top Os. Het duel werd al om 11 uur gespeeld in verband met de hitte. In plaats van 2 keer 45 werd er 3 keer 30 minuten gespeeld en werd er ieder kwartier water gedronken. Het hoogtepunt van de wedstrijd kwam na 20 minuten, want let goed op. Otterwil brengt de bal in. Top Os verdedigt wat matig uit, maar dan Joël Zwarts met een beauty. Een omhaal zoals je hem zelden ziet, perfect uitgevoerd, buiten bereik van de keeper en hoog binnenkant paal. Joël Zwarts met, naar eigen zeggen, misschien wel het mooiste doelpunt uit zijn carrière. Kort daarna. Ahmed Mendes Moreira geeft hem voor en daar is hij weer bijna, Joël Zwarts. Dit keer raakt hij de lat, maar Zwarts lijkt uitstekend te gedijen onder deze tropische omstandigheden. Het spel werd dus geregeld onderbroken om te drinken en ook lagen er handdoeken klaar om de spelers af te koelen. Inmiddels is het tweede half uur bijna voorbij als Top Os hier slecht uitverdedigt. Mats Wiever kan zo doorlopen, maar raakt de paal. Os levert weer zomaar in. Matthijs vangt op en hij vindt Otterwil die een goede wedstrijd speelt. Op snelheid erlangs en de voorzet. Omerson legt terug en daar is hij weer. Joël Zwarts, wederom met een prima doelpunt. En zo staat het na iets minder dan een uur 0-2. En hier zien we het nogmaals. Uitstekende voorzet van Otterwil. Omerson legt terug en Joël Zwarts maakt zijn tweede. Daarna gaat de warmte een rol spelen en leggen beide clubs er iets minder energie in. En nadat Sparta vorige week in Delden al met 3-1 van Top Os wint, doet Excelsior dat vandaag. Top Os Excelsior 0-2.